Hallo, en we zijn live. Hallo en welkom bij Pluim TV. Ik vind dat een leukere naam dan in quarantaine met pluim, omdat het woord pluimvee erin zit. Ik ben Hanna van Binsbergen. Ik dacht, we gaan vandaag een soort live en cooking achtige toestand doen. Welkom allemaal. We zijn hier. Oh, we zijn nog. Het is nog geen 5 uur, hè? Godverdomme. Ik ben het al aan het verprutsen. Oké. Wij gaan vandaag een soort live en cooking achtige toestand doen in mijn keuken hier. Ik ga namelijk eerst een Jurdezen brood bakken. Nou, ik ga dat maken en dan gaat het in de oven. Terwijl het in de oven staat, ga ik voorlezen uit mijn boek, Harpy. Waar is het? Het is hier. Het boek. Dat heb ik geschreven. En dan, als ik daar dan een half uurtje uit voorgelezen heb of zo, dan is het tijd om het brood uit de oven te halen. En dan, ja, dan gaan we zien hoe mooi dat is geworden. En dan kan jij dat dus ook maken. Dat is echt fantastisch, want het is namelijk een heel goed, een heel makkelijk recept wat ik heb voor een zuurdesembrood. Want ik weet dat heel veel mensen nu bezig zijn met brood bakken vanwege de quarantaine. Dat je dus niet, dat je liever niet naar buiten gaat en dan bij de bakker een vers brood halen zit er niet in. Maar het kan heel makkelijk zijn om gewoon in je eigen keuken een brood te bakken. Maar ik heb op de sociale media best wel veel mislukte experimenten daarvan gezien. En nu denk ik, dat is helemaal niet. Het kan heel makkelijk. En een broodrecept moet vooral echt ook heel simpel zijn. Anders ga je het niet elke dag weer doen. Of tenminste, ik doe het zelf niet elke dag. Ik doe het ongeveer 2 keer per week. Maar ik heb een. Met zuurdesem kan je met minimale ingrediënten, namelijk alleen meel. Dit is het meel wat ik gebruik. Een zak van 5 kilo. Volkorenmeel, grof gemalen. Ik koop altijd graag volkorenmeel van Nederlandse molens, omdat die heel grof malen. Duitse molens, bijvoorbeeld, bij de Eco-winkel hebben ze vaak Duitse volkorenmeel van Demeter of zo. Dat is best lekker, alleen in Duitsland bestaat de traditie van veel fijner malen. En ik vind juist zo'n grof volkorenbrood echt heel lekker. Dus daar gaan we vandaag mee werken. Ik heb deze zak gekocht bij het Bakkerscafé in Amsterdam-Oost. Dat is open. En dan kan je een flinke zak meel kopen. En hartstikke aardige mensen. Dus, hey, Lieke is er ook. Hallo, Lieke. Hi. Sarah is er ook, leuk. Dus dat meel, dat is helemaal top. En verder heb je alleen maar water en zout nodig. Nou ja, dat zeg ik nou wel zo leuk, maar dat zit natuurlijk een klein beetje ingewikkelder. Want je hebt voor een brood heb je ook iets nodig waardoor het gaat rijzen. En je een lekker luchtig brood krijgt. Nee, we gaan geen koekjes bakken, we bakken een zuurdesembrood. Ja, waardoor het lekker luchtig is. En daarvoor heb ik zuurdesemstarter. Maar dat bestaat alleen maar, wat je daarvoor nodig hebt, is alleen maar water en meel. Ik ga mij er even bij pakken. Ik ben over een seconde terug. Ja. Nou heb je dus zo'n. Dit is de starter die ik heb. Het ziet er lekker in. Ja, ranzig potje zit dat. Je doet dat ook. Je bewaart dat gewoon ja, in je keuken. Niet in de koelkast. Tenminste, het kan in de koelkast als je niet vaak bakt. Dan kan je zuurdesemstarter het best in de koelkast bewaren. Omdat de micro-organismen die erin zitten, want het zuurdesem is, dat is een cultuur van micro-organismen, gisten en, hoe heet het, gisten en melkzuurbacteriën, die in zo'n potje leven. Je kan een beetje zo zien dat het zo bubbelt. Dan kun je dat echt kan zien eigenlijk. Nou ja, die moet je voeren. En je moet die eigenlijk elke dag, eigenlijk als je buiten de koelkast bewaart, moet je minimaal 2 keer per dag je cultuur voeden. En dat doe je eigenlijk gewoon door een lepeltje
meel te geven en een lepeltje water. En dan kan hij er weer tegen. En als je hem in de koelkast bewaart, dan heeft hij die voeding niet elke dag nodig. Maar dan is hij ook niet meteen klaar voor gebruik. Dus, dit is mijn starter. En hoe maak je dan zo'n starter? Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Want dat is helemaal niet ingewikkeld. Zoals ik al zei, het is eigenlijk alleen maar meel en water. Maar dat moet je... je begint eigenlijk gewoon met 100 gram water, 100 gram meel. In het meel wat je wil, waar je wil bakken. Dus voor mij, in mijn geval is dat meestal volkoren tarwemeel. Maar dat kan ook met roggemeel, werkt het heel goed. Krijg je een hele lekkere zure smaak. Dat gooi je bij elkaar. Doe je in een leuk potje zoals dit. En dat dek je dan af. Ik doe dat meestal met een stukje mousseline. Zoals hier. Of een kaasdoek werkt ook heel goed. Zolang het maar een heel luchtige stof is. Die zeg maar, vrij luchtig geweven is. Zodat de gisten er doorheen kunnen. Want het mooie van zo'n cultuur is. De melkzuurbacteriën en dat soort dingen. Die activeer je. Die zitten al in het graan. Die activeer je door tijd en water. Maar de gisten, de wilde gisten, die komen uit de lucht. En die komen dus zo in je potje terecht. Dus als je dat helemaal hermetisch afsluit, kunnen die er niet in. En bovendien krijgen dan de culturen in je potje geen zuurstof. Oké, dus dat moet je dan zo afdekken. En dan laat je dat zo staan. Een dag. De eerste dag geef je het een lepel, een theelepel meel, een theelepel water. Dat blijf je een week doen, elke dag. En na een weekje kun je de cultuur gebruiken. En als je dan ermee gaat bakken, kun je gewoon de helft eraf halen. En de rest bijvoeden en een paar dagen wachten totdat je weer ermee kan bakken. Ik pak even een lepel. Zo. Oké, we beginnen met het brood. Ik heb hier deze mengkom. Ik doe hem even, ik zit een beetje te worstelen met de hoek. Maar ik denk dat als ik hou gewoon alles de hele tijd in beeld en dan komt het wel goed. Zoals ik al zei, het recept wat ik heb is heel simpel. We beginnen met 2 kopjes meel. Het maakt verder niet zo heel veel uit. Als de verhoudingen maar goed zijn, dan komt het goed. Dus we hebben 2 kopjes meel. Dat haal ik uit mijn enorme zak. Hier. Eén. Twee. Ik ga trouwens even een schort omdoen, want dan word ik helemaal bestoven. Schort. Het is een heel vies en best wel lelijk schort, maar dat toch die soort dat soort van het gevoel dat je heel dicht op de huid van de auteur zit, hè? Dat je gewoon in het keuken, zeg maar, de viezigheid van de schrijver kan je gewoon met eigen ogen zien. Dat is toch wel een bijzondere verworvenheid van deze tijd. Ik doe ook even mijn haar vast. En dan zo. Gaan we nu. We hebben 2 kopjes meel in de mengkom gedaan. Ik ga er nu een kopje water bij doen. Ja, ik loop steeds uit beeld, maar dat kan helaas niet anders. En dan meng je dat water doodsimpel door het meel heen. En dat wordt een vrij plakkerig deeg. Ik zal misschien even. Nou ja, zo kan je. In ieder geval, ja. Dan kan je niet helemaal zien wat ik aan het doen ben, maar ik maak je geen zorgen. Ik laat het zo wel zien. Zo. En dan ontkom je er toch niet aan. Maar ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Dat er een moment is dat je met je handen erin moet. Want met een lepel kan je maar zoveel doen. Dus je moet echt zorgen dat het water en het meel volledig met elkaar vermengd zijn.
Gelukkig heb ik mijn handen al gewassen. Want dat zijn we nu natuurlijk allemaal hartstikke vaak aan het doen. Maar goed, ik hoop maar dat alles nu goed gaat met de computer. Want ik kan dus nu niet met deze handen nog een keer schermen gaan rechtzetten of zo. Oeps, god. ja, het gaat alle kanten op. Maar goed, uiteindelijk krijg je een hartstikke plakkerig deeg, wat niet helemaal aan elkaar hangt. Dit ziet er zo uit. Hey Nadia, je bent er ook, hallo. Ja, dat ziet er zo uit. Het hoeft ook helemaal niet meer aan elkaar te hangen, want het deeg moet lang rijzen. Ik maak het meestal als ik vers brood wil in de ochtend, maak ik het in de namiddag. Dus bijvoorbeeld nu. En dan laat ik het de nacht rijzen en dan in de ochtend kan ik het in de oven doen. Want het rijzen duurt, ik doe meestal dus dat het ongeveer 12 uur of zo kan rijzen. Minimaal, want dan kan het echt... Ik hanteer niet echt zo'n heel absoluut tijdsframe. Ik denk gewoon, ik weet hoe het eruit moet komen te zien. Ik ga je dat zo laten zien. En als het er zo uitziet, is het klaar om in de oven te gaan. Oké, nou, je hebt dus een beetje deeg. En daar ga ik dan nu de starter bij doen. En je weet dat je starter klaar is voor gebruik als hij mooi bubbelt. Een beetje luchtbelletjes kan zien. En ik heb op mijn Amerikaanse bakwebsite gelezen van... Ja, het moet ongeveer de consistentie van pannenkoekenbeslag hebben. Dus mijn starter was in eerste instantie veel te dun. Want ik dacht, pannenkoekenbeslag... Ja, voor mij is dat een soort net iets dikker dan melk. Maar voor Amerikanen is pannenkoekenbeslag ongeveer de consistentie van cakebeslag. Dus iets daartussenin is mijn ervaring werkt het beste. Nou, ik heb ook geen echte handleiding over hoeveel starter je nou precies nodig hebt. Mijn ervaring is, als je het lang genoeg laat rijzen, heb je aan ongeveer 100 gram wel genoeg. Dat is dit ongeveer. Dus ik gooi het er gewoon bij. Zorg dat ik alles heb. En ik heb dus nog een ander potje over voor de... Wat je dus ook kan doen als je veel mensen kent die zuurdesemstarter zuurdesembroden aan het bakken zijn. Wat volgens mij... Ik zie het echt wel vrij vaak voorbij komen tegenwoordig. Dus je kent vast wel iemand. Of anders vraag het aan mij. En je hebt geen zin om die hele cultuur zelf te kweken. Ik snap niet waarom, want dat is echt heel leuk. Maar goed, misschien heb je geen tijd en wil je nu zuurdesembrood. Vraag dan aan iemand die zo'n cultuur heeft of je een beetje mag. Herman noemen ze dat volgens mij. Hè? De Herman, die moet de Herman voeden en doorgeven. Nou ja, zo'n Herman, dan kan je gewoon gelijk aan de slag. En die Herman die gaat voor altijd mee. Het kan natuurlijk wel gebeuren dat hij bederft. Het is mij een keer overkomen dat hij op de verwarming stond en dat was een beetje... Werd hem een beetje te veel en nou, dat ruik je. Dat heeft een soort geur van oud zaad. Is het best mee te vergelijken. Echt wel ranzig. Het moet ruiken naar iets van vruchtensap. Een beetje gegist vruchtensap. Gewoon een zure azijnachtige geur. Dat is gezond. Als hij ongezond is, nou dan ruikt het niet als iets wat je wil eten. Ondertussen ben ik dus de starter door het deeg aan het kneden. En dat is het. Dat is eigenlijk al het werk wat er in dit brood zit. Verder is het alleen nog een beetje tijd. Dus je doet hem weer terug in de kom. En je dekt hem af met een schone theedoek. Ik ga het even halen. Met een vochtige schone theedoek. Want vooral als je... het is de bedoeling dat je nu op een warme plek laat rijzen. Maar dan is het nog wel eens... Gebeurt het nog wel eens dat een brood... Dat een deeg uitdroogt. En dat wil je niet. Dus de truc is om een theedoek vochtig te maken. En erop te leggen. Ik loop er even uit beeld en ik ga dat doen.
En mijn handen was het trouwens, want die zijn dus helemaal. Ja. Jo. Okay. Hier ben ik weer met mijn vochtige theedoek. juist. Nou, je dekt het brood af en dan laat je het een nachtje rijzen. Welterusten. Gelukkig heb ik dat al gedaan. Dus ik kan je nu het resultaat laten zien van zo'n nachtrijzen. Dat is namelijk een hartstikke mooi, best wel stevig gerezen deeg. Je kan ook zien, maar ik weet niet of het echt heel erg makkelijk zien, maar dat er wat luchtbelletjes in zitten. Je krijgt met zuurdesem echt een heel mooi luchtig brood, wat heel even gerezen is. Eigenlijk, ik heb sinds ik met zuurdesem bak, heb ik nog nooit een brood gehad wat niet gerezen is. Wat niet, zeg maar, mooi evenwichtig in de oven is opgezwollen. Dus ik kan het echt aanraden. Nu voor het bakproces, want dit kan eigenlijk zo in de oven. Ik heb het op een, zodat het duidelijk is, ik heb het op een stukje bakpapier gedaan. En ik ga dat straks in de oven doen in een gietijzeren pan. Want om een brood te bakken heb je eigenlijk een oven nodig die een beetje stoom produceert. Nou, dat zit bij professionele bakkersovens, zit dat in de oven inbegrepen. Maar dat hebben wij natuurlijk niet. Ik heb gewoon een... Wat is het? Een theevaloven was een huwelijkscadeau van mijn lieve vrienden. Echt fantastisch huwelijkscadeau, want ik gebruik mijn elke dag. En zo'n oven moet je voorverwarmen op ongeveer 240 graden. Bij mij is dat de hoogste stand. En dat duurt ook echt wel even voordat hij die temperatuur bereikt heeft. Dus trek daar wel 35 minuten of zo voor uit. Nou, ik heb dat al gedaan. En laat in die tijd ook je gietijzeren pan in de oven opwarmen. Ik heb dat dus al gedaan, dus ik trek... Hallo, daar ben ik weer. Het internet werkt niet zo goed mee vandaag. Dus de vorige live video is gestopt. Maar we gaan gewoon verder met deze. We waren bij Geef de Hielepiet de Kans. Pagina 12. Ik lees gewoon door uit Harpie. Het is niet de eerste keer dat ze een plan heeft gemaakt om uit de shit te komen. Iedereen heeft wel eens een goede dag en in de laatste anderhalf jaar heeft Harpie heus af en toe om zich heen gekeken en geconstateerd dat waar ze mee bezig was geen optimale levensopzet was. Dan keek ze bijvoorbeeld naar de studiegids en rekende voorzichtig uit hoeveel punten ze moest halen voor een diploma. Of misschien kon ze iets heel anders doen met haar leven. Dan zocht ze op hoe je privédetective wordt. Maar binnen een paar uur gooit ze meestal een bom op dit soort listen. Een bachelor geschiedenis. Ja, dan word je met open armen ontvangen op de arbeidsmarkt. Vooral als je niks wil en niks kunt. Een dure beroepsopleiding aan een privéinstituut om mensen zoals jezelf te bespioneren. Eerlijke kleinfraudeurs en kruimeldieven. Dat klinkt als een vervullende bestemming voor een berooid en depressief jongmens. En dan gingen de series aan en de wijn open. En als ze die week boodschappen gedaan had tenminste. En soms vloeide er laat op de avond dan een traan of twee. Maar meestal beoordeelde ze haar keuze voor een stijlpad omlaag niet als beter of slechter dan andere keuzes. Het isolement waarin Harpie leeft maakt haar verdriet puur. Vreemde smetten zoals de wens om erkend te worden als een zielig iemand. Het verlangen naar de blik van een zekere ander, zodat hij kan zien hoe ze lijdt en dan lekker spijt krijgt. Die dingen stierven af en wat er overbleef was een ellende die alleen voor zichzelf bestond. Als een kunstwerk op de zeebodem. Dat was een tijdje erg bevredigend. En had als bijkomend voordeel dat venijnige vragen over de aard en reden van haar verdriet uitbleven. Voor Harpie was het duidelijk dat ze eenzaam was omdat ze verdrietig was, niet andersom. De eerste stenen van de muur om haar heen legde ze toen ze stopte met haar studie. Eerst miste ze een paar colleges en toen kwam ze helemaal niet meer. Toen het collegejaar voorbij was, schreef ze zich niet opnieuw in. Het leven waarin ze las, luisterde en schreef om haar kennis te vermeerderen, lag op dat moment ver achter haar.
En ook de mensen die bij dat leven hoorden, waren zonder snikken heen gegaan. Er had er nog wel eens één gebeld, maar Harpy nam niet op. Sociale contacten zijn vluchtig voor studenten en er verdwijnen wel vaker mensen. Harpy was niemands beste vriend en niemand de hare. Ze bleef thuis, piepklein studiootje in een heel hoge flat, met een kookplaatje op het bureau en een afwasstelsel in de badkamer. Eén keer per week wat crackers, wijn en pindakaas kopen en af en toe een appel tegen de scheurbuik. En weer het nest in, sentimentele tv kijken of lezen over andere jonge kluizenaars. Maar niet iedereen is zo makkelijk af te schudden als de mooi weervrienden die je tijdens je studie maakt. En vrouwen komt niet uit de lucht vallen. En ook aan het begin van Harpy's geschiedenis staan ouders. Ouders zijn meestal niet echt te spreken over de pogingen van hun dochters om van de rand van de wereld af te kukkelen. En vader en moeder Poelgeest zijn de beroerdste niet. Bellen eens in de week, eens in de 2 weken. Vragen of ze iets met haar verjaardag gaat doen en of ze nog geld nodig heeft. Te midden van het troep van haar mislukte leven spint Harpy dan allerlei verhalen. Ik doe een leuk vak intellectuele geschiedenis van de vroege middeleeuwen. Uit de studiegids van 2 jaar geleden. Joke kwam gisteren langs, we hebben sushi gemaakt. Een knap meisje met een heese stem dat in haar werkgroep zat en met wie ze nooit meer dan 3 woorden gewisseld heeft. Maar die hevig figureert in het schimmenspel dat Harpy voor haar ouders gemoedsrust opvoert. Om te voorkomen dat ze haar komen opzoeken als ze het zaakje niet vertrouwen, schraapt Harpy eens in de zoveel maanden haar daadkracht en verdwaalde restjes goede luim bijeen en neemt een trein naar het zuiden. Naar Helmond, waar ze gemaakt is. Dan kust ze haar ouders op de wang, speelt met de hond en helpt met koken. En soms wordt het plotseling echt gezellig. Ze moet oppassen als ze ontspant, haar masker optilt en het zweet van haar voorhoofd veegt. Dan zou een woord of een blik alles aan het licht kunnen brengen wat ze zo zorgvuldig in het donker bewaart. Maar ze is een ervaren actrice en haar ellende is tot nog toe een onvermoed geheim gebleven. Op de weg terug naar de hoofdstad walgt ze vaak van zichzelf. Niet omdat ze ervoor kiest de minder aardige aspecten van haar leven voor haar ouders te verbergen, dat vindt ze heel redelijk van zichzelf, maar om hoe makkelijk het liegen haar afgaat, hoe ze er zelfs plezier in heeft. Monsterlijk kind dat haar ouders zo bedondert, denkt ze. En ze duwt haar vingernagels diep in haar vuisten. Maar niet bedonderen is er niet bij. Ze moeten maar weer leren leven. Als je jezelf wil laten verrotten, moet je niet de hulptroepen inlichten. Dit nieuwe project is dus op het eerste gezicht het tegenovergestelde van het vorige. De verandering was het gevolg van een overpeinzing. Die op zijn beurt voortkwam uit een probleem. Een financieel probleem. Ook een kluizenaarsleven moet bekostigd worden. Ze kon nog even vooruit met het geld dat ze opgespaard had. Maar na 5 maanden huur betalen was dat ook op. Dus stopte ze met huur betalen. Ze kreeg brieven in steeds bozere enveloppen. Onmiddellijk openmaken! In naam van de koning! Maar ze maakte ze niet open. Kon haar de koning schelen. Een gedachte drong zich nu op de voorgrond. Die ze eerder nog had kunnen onderdrukken. Dat dit plan geen plan was, zolang er geen eindpunt was. Harpy overwoog om zich opnieuw in te schrijven bij geschiedenis. Desnoods af en toe te gaan. Zou dat nou zo erg zijn? Nee, dat was al te hoopvol. Niet gaan dan. Ze zou dan wel weer een studielening kunnen afsluiten. Maar ze zou ook collegegeld moeten betalen. En samen met de huurachterstand was dat te veel. Ze begonnen ook steeds zenuwachtiger te worden over de orde van Sint-Derdegelden, zoals ze hen in gedachten noemde. Tempeliers met moord in hun ogen die haar uit haar huis zouden komen sleuren. Deurwaarders bewolkten haar dromen. Haar bed was niet meer de veilige haven van weleer sinds die brieven. Ze moest een beslissing nemen, want uitgaan als een nachtkaars zou de goede Sint niet toestaan. Starend naar haar systeemplafond had Harpy de ernst van haar doodswens proberen te peilen. Enerzijds is de fantasie het bloed dat haar lichaam verlaat, het sterven zelf. Daar denkt ze heel erg vaak aan, al heel lang. Vanaf de eerste keer dat ze een schreeuw in zichzelf voelde opkomen, die haar alleen kon verlaten als een traan, hoewel het woede was. De woede zit in het bloed en de woede moet eruit. Rats, rats, de polsen open. Ze wantrouwt haar beeld van zo sterven ook. Meent dat er iets achter zit wat ze nog niet kan zien.
Aan de andere kant is ze ervan overtuigd dat er geen echte opties voor haar zijn. Dan moet je ook niet blijven zeuren, vindt ze. Ze kan zo niet leven, ze kan niet terug naar het leven van hiervoor en ze kan zich geen toekomst voorstellen waarin ze niet vroeg of laat een mespunt achter, waar ze niet vroeg of laat een mespunt achter zou zetten. Mogelijk met veel groter gevolgen, als ze zichzelf toestaat om dicht bij anderen te komen. Ze twijfelt van alle kanten, bang dat er een verschrikkelijke fout onvermijdelijk zou zijn. Ze wil niet onbezonnen op de nooduitgang afkoersen. Zo is Harpy op het idee gekomen om een nieuw experiment met zichzelf aan te gaan. Dat lijkt me een klassiek voorbeeld van een valse tegenstelling. De tegenstelling tussen blijven leven en doodgaan? Jij kunt het weten, maar het lijkt me niet heel controversieel. Je bent toch geen 80? Je hebt een heel leven en daar moet je wat van maken. Dat kun je alleen nu nog niet echt voorstellen, maar dat lijkt me niet zo gek. Het probleem is niet dat ik het me niet voor kan stellen. Ik geloof gewoon niet dat ik ooit de kracht ga vinden om iets met mijn leven te doen wat de moeite waard is. Want die moeite ga ik altijd voelen. Waarom moet het de moeite waard zijn? Wie gaat dat beoordelen? Het oordeel over de zondaars is meer jouw afdeling. Ik ben nog niet zo lang bij deze baas. De meeste levens zijn gewoon een paar duizend dagen. Gewoon dingen doen tot je op een gegeven moment niet meer dood wil. Ja, dat is mijn plan. Is dat het hele plan? Satan tikt zijn lange klauwen tegen elkaar, zoals hij doet wanneer hij weet dat ze hem aan het bedonderen is. Je ziet toch wat ik aan het doen ben? Ik ben op, ik ben aangekleed, ik heb gedoucht, God betert. En een kantoorbaantje gaat je levensvreugde herstellen? Sterker nog, je bent opgestaan uit een lethargie van anderhalf jaar om iets te doen waar je niet in gelooft? Gewoon zomaar, omdat je bang bent voor deurwaarders? Harpy glimlacht schuldig. Ze kan het niet helpen. Ze voelt zich ergens blij over en dat is lang geleden. Het neemt haar gezicht over. Ik voel me gewoon beter. Ja, dat zal wel. Opgelucht zeker. Blij dat het einde in zicht is. Hoe lang heb je jezelf gegeven? Een half jaar? Een jaar? 8 maanden. Tot mijn verjaardag. Tuurlijk, het mooiste cadeau wat je jezelf kunt geven. En als ik het goed begrijp, mag je het dan doen? Als ik het dan nog wil. Haar wangen gloeien schuldig. Haar bruine ogen lijken zwart. En in de tussentijd, Harpy, wat ga je dan doen? Ga je dan nog elke dag door met jezelf zijn? Harpy staat op, trekt haar jas aan en loopt naar de deur. Ik moet weg. Of ga je misschien proberen iemand anders te zijn? Hoofdstuk 2. Brood. Harpy denkt niet dat een kantoorbaantje haar zal leren het leven lief te hebben. Ze ziet vrij realistisch in dat het omgekeerde waarschijnlijk het geval is. Het baantje moet fungeren als een soort anker in de echte wereld. Aan de ene kant om te toetsen of die nu echt zo verschrikkelijk is als Harpy denkt. En aan de andere kant om als basis te dienen voor een tweede laag die ze erop gaat leggen. De helft van een dubbel leven. Is één leven dan niet moeilijk genoeg? Nee, één leven is veel te moeilijk. Je hebt er minstens twee nodig. Als ze alleen die balie had, alleen de monosyllabische gesprekjes met collega's, alleen door hun ogen gezien zou worden, dan zou ze het slechter hebben dan nu. Maar als ze alleen het andere leven had, het griezelige, avontuurlijke, en er was niets om het tegen af te zetten en geen relatieve veiligheid om naar terug te keren, dan was het alleen een afleiding, het zoveelste gat waarin ze zichzelf wierp. Net als een ongelukkig mens wel eens aan de dood denkt en naarmate ze ongelukkiger wordt, de optie serieuzer gaat nemen. Denkt een vrouw met schulden wel eens na over prostitutie. Hoe zou het zijn? Wat kan ik verdienen? Zou ik het kunnen? Harpy is oud genoeg om zelf te weten wat ze met haar lijf doet. En zelfs toen ze dat niet was, liet ze zich daar weinig aan gelegen liggen. Seks is altijd haar favoriete vorm van transgressie geweest. Met wie heeft nooit zoveel uitgemaakt? Voor Albert en na hem. Alleen met hem heeft ze gevoeld waar neuken voor geliefde over gaat. De nabijheid en het volstrekte mysterie van een ander wezen. Seks is waarschijnlijk niet half zo deprimerend als je niet jezelf hoeft te zijn. Als je geen moment gelooft dat je iets in de ander moet zoeken. Misschien is het niet eens zo moeilijk om levensecht over te komen. Ze kan zichzelf modelleren naar gangbare ideeën.
net zolang tot de dode binnenkant onvindbaar en vergeten is. En ze louter een glanzend, reddend oppervlak is geworden. Haar lichaam kan haar werk zijn. Ze kan het verzorgen als een meisje van 10 haar pony. Ze kan er dingen voor kopen, het insmeren met lotion. Ze kan het dresseren en daar misschien plezier in vinden. Of in elk geval iets waar haar zinkende gevoel op vast kan lopen. Misschien stuit ze juist op pijn of walging. Ook dat is leven en ook dat is beter dan dit. Daarom zit ze nu wiebelend met haar knieën op een oncomfortabele designstoel te wachten op Anja Kuitenbrouwer van Meta Media. Die vrouw die gaat besluiten of ze nog door kan gaan voor een normaal persoon. Om iets te hebben om naar terug te keren, na een nacht gespeelde geilheid in een mid-price hotel. En dan zedig aan haar balie zitten met haar geheim. Zodat het uitmaakt dat ze een geheim heeft. Harpy had na wat vergelijkend onderzoek op het internet contact gelegd met een bedrijf met de naam Bespoke Encounters. Ze las op de website dat ze zich specialiseerde in fantasy fulfillment. Het bieden van een zo compleet mogelijke ervaring waarbij de klant lichamelijk en geestelijk bevrediging vindt. Iets in die formulering beviel haar. Ze stelde zich voor dat dit de plek was waar mensen heen gingen als ze iets heel specifieks wilden, wat ze aan niemand durfden te vragen. Ze keek naar de foto's. Niets bijzonders. Vrouwen zonder gezichten van verschillende plumage in geforceerd spannende poses met geforceerd spannend ondergoed. Of toch iets. Er was steeds één foto, de laatste, waarop het onderwerp niet krampachtig probeert verleiding te communiceren, maar gewoon rechtop staat, armen langs haar lichaam in een normale onderbroek en een normale BH. Die foto's hadden iets ongepast. Alsof de vrouwen erop niet wisten dat ze op zo'n site stonden. Wat duidelijk niet waar was, getuigen de andere foto's die er ook van hen waren. Zeiden die foto's, wie je ook kiest, ze is ook gewoon een normale vrouw? Of was het meer, dit is het ruwe materiaal, we kunnen ervan maken wie je wilt? 2 dagen later ontving ze een hartelijke e-mail. Ze hadden haar bericht en foto met enthousiasme ontvangen en zouden haar graag ontmoeten. Bijgevoegd een uitgebreide vragenlijst over haar seksuele voorkeuren, talenten en ervaringen, waar Harpy in eerste instantie een beetje van moest slikken. De verschillende seksuele afwijkingen waren zo zelfverzekerd gestandardiseerd, dingen waarover zij nog nooit nagedacht had, hier als de normaalste koopwaar aangeboden. Wie zijn eigen specifieke perversie nog niet gevonden had, zou wel verleid worden door dit menu om iets te proberen, en voor hij het wist, zou hij zijn lidmaatschap van de cultus van foot worship, ponyplay, financial femdom, tickle torture, op een even zelfverzekerde manier adverteren. Op het formulier dat ze moest invullen, ging het vooral om wat zij bereid was te doen. Harpy was bepaald geen debutante in de wereld van rare seks, maar ze moest een merkwaardige mix van eufemisme en jargon geregeld aan een zoekmachine onderwerpen. A-levels bleek niet te gaan over haar vooropleiding. In war, every hole is a trench, dacht Harpy. Waarschijnlijk wilden de meesten gewoon een potje ouderwets ketsen, alle gekkigheid en spijt. Het is waar dat Bespoke Encounters niet goedkoop is. Dat moet natuurlijk op een bepaalde manier te rechtvaardigen zijn. Ze claimen zelf dat de hogere prijzen te maken hebben met de klasse van de dienst. In plaats van je gerief kopen voor €50 bieden ze service op maat met een meisje met wie je ook een leuk gesprek kan voeren, mocht je daarom verlegen zitten. Harpy kreeg de indruk dat dit hoeren zijn voor mensen die een schuldgevoel willen afkopen met zo'n platform voor het... Sorry, ik hoor de ping van de oven, ik moet even stoppen. Wacht, dit is nu ingewikkeld. Ik zit in de woonkamer, ik heb 2 schermen. Het Instagram-scherm en het Facebook-scherm. Ik ga even de assistentie van mijn liefdalige echtgenoot Enzo vragen om de laptop naar de keuken te brengen. En mij daarmee te filmen terwijl ik naar de oven ga. En ik doe dit nu zelf zo. Dit ziet er vast heel debiel uit op de Facebook-dinges. Maar we doen het maar. Zo, nou dan zie je gelijk een stukje van mijn huis. Ik zal je in beeld brengen. Zo, dit is het brood in de oven. Ik weet niet of dat zichtbaar was. Ik ga het er nu uithalen en ik zet even het ding hier neer.
Oh god, nee, daar gaat de stream weer uit. Wacht maar. Wat? Ja? Ja. Oké, okay. Enzo had hem vast. Oké, okay. Ik moet hem even omdraaien, want nu zie je Enzo. Oké. Okay. Ik ga mijn handschoen even aandoen. En wat we nu gaan doen is eigenlijk alleen het brood. En we gaan het brood niet echt uit de oven halen, maar we gaan de deksel eraf doen. Kijk aan, hier is het. Ja, ik weet niet of dit enigszins zichtbaar is, maar hoppa. Ja, waar moet ik nu neerzetten? Dat is natuurlijk mijn vraag. Ik zet dit wel even. Nee, dat is plastic. Oké. Okay. Oké, okay, ik heb even buiten het zicht van de camera het bakpapier verwijderd. Zoals je kan zien is het al echt een geloofwaardig brood. Maar nu krijgt het een lekker korstje. Nu geef ik het nog 15 minuten op dezelfde temperatuur. Dat is 240 graden, de hoogste dan van mijn oven. Zodat hij lekker kan bruin worden. En dan gaan we lekker verder lezen. Sorry jongens, het is heel knullig. Oh, Enzo, dankjewel. Je bent een held. Ik ga hier echt heel erg om geplaagd worden, denk ik. Maar oké. Okay. Wat? I always wanted to direct something. Oh, ja, ja, ja. Nou. Waar was ik? Ik ga gewoon even beginnen bovenaan pagina 25. Waarschijnlijk wilden de meesten gewoon een ouderwets potje ketchup. Alle gekkigheid en spijt. Het is waar dat bespoke encounters niet goedkoop is. En dat moet natuurlijk op een bepaalde manier te rechtvaardigen zijn. Ze claimen zelf dat de hogere prijzen te maken hebben met de klasse van de dienst. In plaats van je gerief kopen voor 50 euro, bieden ze service op maat met een meisje met wie je ook een leuk gesprek kan voeren, mocht je daarom verlegen zitten. Harpy kreeg de indruk dat dit hoeren zijn voor mensen die hun schuldgevoel willen afkopen voor het zo platvloers gebruik maken van een ander mens. En zichzelf willen wijsmaken dat dit geen hoeren zijn, maar gewone meisjes die ze mee uit eten nemen en toevallig wat geld toestoppen om wat moois voor zichzelf te kopen. En wat is eigenlijk het verschil, dacht Harpy. Zij deed het ook niet alleen maar voor het geld. Hoewel 300 piek om 2 uurtjes een oude geilaar te vermaken helemaal niet verkeerd klonk. Harpy mag doorlopen naar de eerste verdieping. Ze klopt voorzichtig op de half open deur die haar is aangeduid en neemt voor om te doen alsof ze iemand anders is die zich voordoet als Harpy. Een zakelijk, vriendelijk iemand. Een glimlacher. Binnen, zegt een overdreven zangerige stem. Wacht, dat moet even over. Binnen, zegt een overdreven zangerige stem. Wacht, mijn scherm wordt zwart. Waarom wordt mijn scherm zwart? Oké, niks ergens. Oké. Hallo. Aan een van de twee bureaus zit een dame. Het lijkt alsof ze erg haar best heeft gedaan om eruit te zien als een secretaresse uit een stripboek. Niet rode oortjes, maar een degelijke matrone, zoals je die in de avonturen van Kuifje kunt aantreffen. Met vlindermontuur, kokerrok en dikke huidkleurige panty. Ze draagt haar haren strak naar achteren gekamd. Bovenop haar hoofd komen ze samen in een perfecte donut. Glimlachen, droeftoeter. Vermaant Harpy zichzelf. Ze steekt de handen uit de mouwen en ontbloot haar tanden in een stralende glimlach. Harpy Poelgeest. Anja Kuitenbrouwer, antwoordt de dame en ze staat op en neemt Harpy's hand aan. De hand voelt koel en slap. Dood. Harpy voelt het ongemak omhoog zwemmen richting haar gezicht, maar het is van levensbelang dat ze niet laat merken dat ze niet weet hoe ze iemand een hand moet geven. Aangenaam. Ze laten los. Ik pak een stoel voor je, zegt Anja. Harpy staat te overwegen of ze moet helpen of juist niet omdat zij te gast is. Oh god, zijn we er weer allemaal? Mijn connectie floopte er even uit. Maar ik geloof dat we nu weer helemaal online zijn, zowel op Facebook als op Instagram. Inmiddels zijn we nog steeds in mijn woonkamer en ik ben aan het lezen uit Harpy. We zijn nu in hoofdstuk 2. Harpy, dat is een interessante naam.
Niemand weet dat het mijn moeder bezielde, zegt ze, klaarblijkelijk charmant, want Anja lacht. Gelukkig. Het is wel eigen, bijzonder. Harpy overweegt even om Anja gerust te stellen. Dat ze juist heel normaal is, volstrekt oneigen, helemaal iemand anders mens. Maar ze besluit dat ze, beter kan tonen dan zeggen. Een glimlach dus. Goed, ja, de functie is voor 25 uur per week, 10 euro per uur, goed te combineren met een studie, stel ik me voor. Want je studeert nog? Ik ga weer beginnen, liegt Harpy. In september. Geschiedenis. Mooi vak. Wil je docent worden? Nee, zegt Harpy. Of ja, ik weet het nog niet. Al het bovenstaande, zegt Anja, met een vleugje sarcasme dat Harpy aanstaat. Ze lacht nu oprecht. Wij zijn met 15 vaste medewerkers en een stuk of 30 freelancers. We doen voornamelijk dingen voor bedrijven hier in Amsterdam. Alles van tv-reclame tot events tot product placement. Er lopen veel mensen in en uit. En als receptioniste is het voornamelijk jouw taak om een overzicht te houden van wie er aanwezig is en bereikbaar. Verder e-mail en telefoon. Kun je met Excel werken? Het gesprek verloopt soepel genoeg. Harpy heeft het idee dat ze indruk heeft weten te maken, maar niet een al te diepe indruk. Normaal, sociaal, spontaan. Dat is een masker dat ze zorgvuldig zou moeten oppoetsen voor dit werk. 20 keer goedemorgen zeggen. Standaard e-mails en beleefde telefoontjes. Moet ze zich dan ook zo kleden? Misschien kan ze een kokerrok vinden op het Waterloopplein. Op weg naar buiten werpt ze een blik op de vrouw achter de balie. En steekt ze aarzelend een hand op. Dan loopt ze tamelijk tevreden met zichzelf de grijze maartse middag in. Aan de telefoon met Hein Witsius, de eigenaar van Bespoke Encounters en haar souteneur in spe, is ze eigenlijk geen seconde.